Het is woensdag 13 november en ik ben op de camperplaats De Giraf in Emmen. Nou, er is niet veel te vertellen over deze plaats, daarom hou ik het ook heel kort. Het zijn, geloof ik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plaatsen of zoiets. Het is bijna in het centrum van Emmen. Op een hele grote parkeerplaats, zoals je ziet. Ik maak even een rondje, dan heb je een indruk. Ik heb wel heel goedkoop hier kunnen tanken, hier tegenover. En dit is blijkbaar een woongebied. En de stad is een paar, ja, 500 meter, geloof ik, de binnenstad. Nou, dat was het eigenlijk. Geen faciliteit, behalve twee vuilnisbakken, grote. En ik loop nog even naar dat bord toe. Het is van de gemeente Emmen, zoals je ziet. Hoek Emmalaan, Kerkhoflaan. Ik ga op deze plaats niet overnachten. Ik ben toevallig in Emmen omdat ik hier vanavond een werkopdracht heb. Ik ben altijd heel vroeg, dus ik heb even hier nog gestaan om te werken. En ik ga vanavond naar mijn werkopdracht. En dan ga ik verder naar Emmen.